Burgers zetten amper nog nieuwe duurzame energieprojecten op. Dat uh, koopt dagblad Trouw vandaag. En dat juist in een tijd dat Nederlanders op zoek zijn naar alternatieven voor een dure energierekening. Ja, hoe zit dat dan? Ja, Vera Dam van de Natuur- en Milieufederatie is hier om haar licht te laten schijnen over deze kwestie. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hiervoor was het toch een tijd dat het aantal duurzame corporaties echt aan het groeien was. Die groeien ze dus nu uit. Is dat slecht nieuws? Nee, eigenlijk niet. Het is een onderzoek van uh, hier. Die doet dat jaarlijks. Dat is de lokale energiemonitor. En dan brengen ze in kaart: hoe gaat het nou eigenlijk met uh, die energiecorporaties die samen. Lokaal energie aan het opwekken zijn. En dat is gestart zo'n beetje rond 2011. Toen ontstond er ineens zo'n beweging van burgers die zeiden: van ja, maar wij willen gewoon energie opwekken in eigen hand houden. En niet meer die enorme grote energiebedrijven die uh, dat alleen maar bepalen. En dat past ook een beetje in de tijd. Toen uh, dat we het gevoel kregen dat we wat meer controle. en wat meer grip wilden krijgen op een aantal zaken. En een daarvan was dus energie. Uh, daar ontstonden ze. Toen ging het heel hard, want dat sloeg heel erg goed aan. En uh, er waren tal van projecten die bedacht werden, zonne-energieprojecten, ook een aantal die dachten van God, we gaan met windenergie aan de gang. Dat heeft een hele tijd gegroeid, totdat uiteindelijk uh, er, ja, een soort gezamenlijk speelveld is ontstaan en uh, daar zitten we nu een beetje in. Op dit moment wordt, uh, zijn er ongeveer 705 energiecorporaties en uh, ongeveer uh, 86% van de gemeente is een energiecorporatie actief. En dat zie je eigenlijk ook in Flevoland dat dat gebeurd is. We hebben hier uh, acht actieve energiecorporaties uh, in zes in vier gemeentes van de zes. Uh, Urk heeft geen energiecorporatie en Lelystad tot nu toe ook niet, die heeft ook geen eigen lokale energiecorporatie. Maar al die verschillende energiecorporaties die zijn ontstaan, die hebben op een gegeven moment naar elkaar gekeken en die hebben gezien dat ze heel veel plezier aan elkaar konden gaan beleven. Want uh, allemaal waren ze dat pioneerstadium doorgekomen en ze zijn gaan uitwisselen. En ze zijn gaan samenwerken. En daar is uit geboren Energie van Flevoland. Mm. Dat is een corporatieve samenwerking. En wat je hier in Flevoland hebt gezien, dat zie je eigenlijk ook in al die andere provincies. Ja, maar hoe zit het nou? Want als ik op Urk woon en ik wil me toch uh, eigenlijk ook uh, zo'n uh, zo uh, duurzaam energieproject samen opzetten. Uh, loont dat nog de moeite? Of kun je je zomaar aansluiten bij eentje, bijvoorbeeld in Noordoostpolder? Ja, je kunt je kunt dus gaan aansluiten. In dit geval dan bij gelijkstroom. Uh, dat is toch wel de energiecorporatie die met meerdere energieinitiatieven bezig is. Uh, wat je daarnaast ook wel ziet: we hebben natuurlijk ook uh, energiek nagelen. Is eigenlijk ook een burgerenergie initiatief. Ja, dat is nou, dat wel onder zijn... de grond, hè? Warmtebuizen ja. uh, en zo. Ja, ja, precies. Die slaan uh, warmte op en koude op. En dat uh, gebruiken ze dan voor uh, alle huizen in het dorp. die daarop aangesloten willen zijn. Nou, dat zijn nog wel nieuwe vormen die je ziet ontstaan. Hè? Die zijn echt ook heel lokaal gebonden. Maar wanneer je het hebt over grotere projecten. waar je in zou willen participeren, lid van zou willen worden. dan kan je gewoon goed aansluiten bij die al bestaande energiecorps. Ja, ze zijn er eigenlijk gewoon genoeg, de markt is verzadigd. Nou, ik zei, er is dus nog wat groei. Hè? Want waar bijvoorbeeld ja, burgers aan de miljoen. gang willen met een gezamenlijk warmtenet, een collectief warmtenet. Ja, daar zie je dus dat er nog wel nieuwe gaan ontstaan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook hier de Almeerse Wind, die een windmolen heeft gekocht en ontwikkeld, exporteert in Almere. Je hebt de nieuwe molenaars die dat in uh, Zeewolde hebben. Die weten helemaal hoe je dit moet doen. Uh, dus die, zijn, die blijven zoeken naar nieuwe projecten. Maar nieuwe projecten van die grote doen ze ook vaak nu met elkaar samen. Maar het verbaast me net wel een beetje dat je zei dat bijvoorbeeld Lelystad helemaal niet zo'n initiatief heeft. Dat wel nog een vrij grote stad is. Is dat niet mm, aardig dat dat misschien toch komt? Nou, wat, ze, wat je ziet is dat er eigenlijk een samenwerking met de andere energiecorporaties is ontstaan. Hè, met de Groene Reus bijvoorbeeld. En elke energiecorporatie heeft ook weer zijn. Ja, zijn eigen energiemeters verdient. He, dus Almeerse Wind weet ontzettend goed... en ook de nieuwe molenaars heel goed uh, wat er allemaal komt bekijken... als je inderdaad wil gaan investeren in een eigen windmolen. De Groene Reus heeft juist weer heel veel meters in zon gecreëerd. Um, en ze werken nu met elkaar samen. Dus je ziet ook daar waar de kansen gaan ontstaan... ook op dat grondgebied... Uh -huh. dat vaak die andere energiecorporaties daar dan... De partijen in worden. Ja, leent waterstof zich eigenlijk voor zo'n soort project? Nou ja, waterstof is weer een hele bijzondere. Want ten eerste uh, hebben we dat nog niet. Uh, ten tweede zijn we aan het kijken wat is dan echt duurzame waterstof? En als we dat gaan creëren? Want waterstof is eigenlijk een energiedrager, is niet een energieopwerker, maar een energiedrager. Waar kan je dat dan het beste gaan doen? Want bij het omzet heb je ook weer energieverlies. En dan is de vraag: is Flevoland daar dan ook degene voor die daar zo mee zou moeten starten? En als dat dan zo is, hoe kun je dat dan ook tot een burgerinitiatief gaan doen? Dus er liggen wel mogelijkheden, maar er is wel heel veel verkenning nog nodig. Ja. Weet jij eigenlijk of er nog wat anders aankomt dan zonne- en windenergie? Nou, in ieder geval dus die lokale uh, buurtaccu-systemen, dus eigenlijk ook energie, na, uh, energie Nagelen, wat eigenlijk een collectief buurtwarmtenetwerk, uh, warmtenet is. Dat is wel eentje waarvan ik uh, zie dat daar groei in gaat komen. Uh, en daar liggen ook wel meer kansen, ook voor uh, in Flevoland. Nou, ook op andere plekken gewoon. Ja, sowieso in Nederland. Maar ook daar waar burgers met elkaar zo'n collectief warmtenet willen gaan uh, creëren. Zoals eigenlijk Nagelen wel echt een heel mooi voorbeeld van is. Het, uh, de eilanden, de Waddeneilanden, zijn daar ook uh, heel erg naar aan het kijken. Daar zie ik wel uh, groei nog. Ja, nou amper nieuwe duurzame energieprojecten komen erbij, maar dat geeft helemaal niks, zeg jij. Want uh, uh, dat is het heeft nu zo'n brede draagkracht, uh, die projecten die al bestaan, dat daar iedereen zich bij kan aansluiten. Toch? Ja, kijk, en er komen wel projecten bij, maar ze worden vaak gedaan door de bestaande energiecorporaties.